Lieve Zoo-familie, welkom bij deze weekvlog. Kijk dan hoe lief. Hey Maud, wat zit je daar mooi? Je mooie hoofd. In het donker zie je jou nooit zo goed. Die is zo mooi, hè? Er rijdt steeds zo'n schoonmaakwagen voorbij. Echt irritant. Het maakt gewoon ontiegelijk veel lawaai, dat ding. Leuk. Katten zijn er ook een beetje bang voor. De vliegen tegen ze binnen. Het is vandaag hartstikke mooi weer. Ik ben alleen thuis met allerlei dingen bezig. Ik moet eventjes het afval weggooien. Ik heb aardig wat zakken verzameld. Dat ga ik zo meteen eerst even doen. Dus verder helemaal niet interessant. Met de mooiste kat van de wereld op de achtergrond. Daar. Echt mijn mooie kat. En met een hele lieve kat op de achtergrond. Mijn lieve Maarten. En met een hele lieve Tobias op de achtergrond. Ik ben al heel de tijd bezig, hele zomervakantie, al allemaal spullen uit te zoeken en wat er weg kan. En nou had ik ze allemaal zakken. En toen zouden we dat dus weggooien van het weekend. Toen kwamen we bij de container en toen had hij een storing. Dus dat hele ding dat deed het niet meer. Dus ze moest storing doorgeven. En ik zag dat ze gisteren alles hadden geleegd. Dus dan weet ik dat hij helemaal leeg is. Dus dan moeten wel een stuk of 10 zakken moeten erin. In de ondergrondse. En dan ga ik weer verder met het opruimen. Wie weet kom je dan nog meer dingen tegen die weg kunnen. En dan moeten er ook nog dingen naar de kringloop. Nee? Jij niet. Jij gaat niet naar de kringloop. Jij gaat niet naar de kringloop. Natuurlijk een schatje. Schoppatjes. Ja, en weet je, hij had dus een deken meegesleept. De doos in. Waarom hij dat doet, weet ik niet. Hij neemt ook altijd dekbedden mee en lakens. Nu heeft hij een vuilniszak gevonden. Die had ik klaargelegd boven. Die heeft hij nu ook in de doos meegesleept. In de ring? Ja. Oh, zo schatje. Gaat goed met Maarten, hè? Ja, je hebt bijna al je haar terug. Ik weet niet of mensen het kunnen zien. Het is deze poot. Kijk, er zit hier nog een klein kaal plekje. Mag het er niet aankomen? Mag het er niet aankomen? Je weg uitkijken bij hem. Dat heeft nieuwe sokken. Wat vind je ervan? Want hier heb je gratis implantaten. Hallo. Ja, een mooi sluierstaartje. Zo mooi die blauwe.
Kijk, kunt je je kat of je hond kunnen nog wiet geven? Denk. Echt wennen. Dit is gewoon nog echt wennen voor mij, dat er gewoon allemaal vissen zwemmen in het aquarium. Zo, de planten hebben een beetje hun plek gevonden nu. Er komen binnenkort nog een paar planten bij. Maar deze kant en ik kan het nooit uitspreken. Valdicinera, weet ik veel. Die koop ik van Niki een paar over en die komt daar achterin te staan. Dus dan kom je hier nog een paar plantjes. Hier staat nog een neppe, dus die moet nog even vervangen worden door een echte plant. En dan heb ik beetje bij beetje de bak weer een beetje opgeknapt. Want ja, het was natuurlijk een sluierstaart aquarium. En die had ik niet meer. En ja, zwartdragertjes zaten er alleen in. En er zwommen maar 6 visjes in. Dus toen heb ik de vissen uit de nano-aquarium, die paar ottootjes, en die zie je bijna niet meer. Die zie je nu niet eens. Die ligt daar zacht op de grond. Ottootjes en garnaaltjes zitten erin. En de appelslakken, die komen uit de nanobak. Daar staat ook nog een paar plantjes in, dus die kon ik meenemen. Toen heb ik gisteren bij de tuinland heb ik even een paar waterplanten meegenomen. Die grote en een paar wat ertussen staat. En die hadden een paar andere kleurzwaardraagtjes, een paar guppies en een paar van die corries. Die albino corries heb ik meegenomen. Dit blijkt een nieuw ras te zijn met een gespleten staart. Vond ik wel mooi. Met een vrouwtje erbij daar. Die mag mooi geworden. Vind je mooi? Wat een lekker herfstweertje. Ah, kijk, ramen takken.
Thank you. Pak, dan kun je vasthouden. Je raampjes voor de takkies. Zo, ik heb eten voor jullie. Ik heb post. Dit is, ik weet al wat het is. Het is namelijk, mogen de mensen niet zien wat ik heb gekregen? Ja, gaat erop staan. Dit komt van Nikki af, van Nikki's Aquariums, waar ik toen een keer samen een video mee op heb genomen. Ik heb even via haar wat Valdicinera, zeg ik het nu goed. Plantjes voor in het aquarium, wil ik heel graag hebben. Dus zij was aan het snoeien geweest, dus dat kwam er mooi uit voor mij. Het is alleen hier een beetje nat geworden. In ieder geval verder heel aangekomen. Om hier door de planten zijn aangekomen. Ah, kijk. Kijk, zij heeft er verstand van. Ze weet hoe ze dat in moet pakken. Dan moet je ook maar net weten hoe je dat in moet pakken, hè? Kijk. Mooi zakje. Het voelt vochtig. Dan ga ik zo eventjes dat eruit halen. En even in een emmer doen. Om te spoelen. Water. Ga ik eventjes de Valdicinera. Ik zeg het goed nu, hè? Ik vind het dus maar rot. Ga ik eventjes hierin spoelen. Hartstikke mooi verpakt door Nikki. Dankjewel. Mooi gedaan. Oké. Ik heb meteen al een kat die daaruit gaat drinken. Het is niet voor jou bedoeld. Wat een mooie zakjes. Even kijken. De kavia's gaan ook meteen piepen. Ik denk meteen dat ze wat eten krijgen. Mooi nat. Lek nog helemaal. Heel slim verpakt. En daar zijn ze. Valdicinera. Met mooie worteltjes eraan. Zo. Super, super. Nee, niet te kouwen. Is het niet van jou? Ja, jammer, hè? Weer niet van jou. Mag ik wel niet in de buurt van de katten laten staan, want ik denk dat hij dan alles uit de bak trekt. Hè? Zal ik het al even in de gang, achter de deur, want anders dan... Ik denk als ik het hierin laat zitten dat het zo meteen door de hele kamer ligt. Denken jullie ook niet? Dat heeft Nikki goed gedaan, hè? En Nikki heeft het goed ingepakt, hè? Ja. Ze willen altijd graag overal bij zijn. Vind je het ook mooie plantjes? Ik ga je straks in het aquarium doen. Wordt het aquarium nog mooier? Ja, het is ook wel heel, het was gewoon anders heel erg zonde van mijn bak. Dus ik zag alleen maar zwaardragertjes rondzwemmen in 1,20 meter. Ja, weet je, en dan draai je een paar pompen op en dan staat de verwarming op en alles. Dus het was wel een beetje heel erg zonde van mijn bak. Vaak die Valdicinera uit de winkel, toch is dat vaak bespoten met gif. Met slakkengif. En ja, het probleem is dan dat als de granalen daarvan eten, en dan, ja, dan kunnen ze gewoon doodgaan. En bij haar draait het natuurlijk al heel lang in de bak en het is allemaal weer nieuwe stekjes ontstaan en zo. Dus ik weet gewoon dat deze gifvrij zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat stak staat, want ik heb dit nog nooit in de bak gehad. Ik heb nog nooit zulke grote planten gehad. En ja, de sluierstaarten die maakt altijd alles kapot. Ik kan met de schildpadden kan ik ook geen planten inzetten, want die eten het ook allemaal op. We zullen zien wat het wordt. Ik laat jullie straks zien met het erin zetten en hoe het er dan bij staat.